Nou, dames en heren, van harte welkom op deze bijzondere avond. Het is het examen bijzonder C van George Verschuren. En u gaat het vandaag een geweldige avond doen. Het is dus niet zomaar een examen, het is ook niet zomaar een concert. Het is een combinatie daarvan. George gaat namelijk zijn kunnen aan u laten zien in verschillende sessies. We gaan spelen met het opleidingsorkest van Amsterdam Museum, het groot orkest van Amsterdam Museum. Er komt een jazzcombo, die gaat het begeleiden. Het eerste nummer is een duet, het tweede nummer trouwens ook. Het eerste nummer is Inventie. Hij gaat dat ze dadelijk spelen samen met zijn saxofonier Bert Haan. Duet, eigenlijk is het een stuk voor een klavecimbal, een soort piano, waarbij je dan met twee handen een stuk speelt. Maar zij gaat op saxofoon waarbij de ene hand speelt en de andere hand wil die speelt. Ik wilde gaan uitnodigen George Verschuren en zijn leraar Bert Haan. Van dat laatste nummer is het wel leuk om te melden dat het misschien een beetje raar klinkt, omdat het lijkt dat de piano en de saxofoon eigenlijk compleet hun eigen gang gaan. Maar het hoort echt bij elkaar zoals het klinkt. Betekent dat het extra moeilijk is voor beiden, omdat je heel moeilijk houvast aan elkaar hebt of tijdens het spelen. Ik wil graag uitnodigen Jos Verschuren en André Telman.
Thank you.
Had ik te veel gezegd? Volgens mij niet. Nou, u had ze al misschien zien zitten, maar nu ga ik het licht daadwerkelijk aan, zodat u nog meer kan zien. Achter mij, voor u, ziet u buiten Sjors, die dadelijk prominent hoofdrol gaat spelen uiteraard, ziet u het opleidingsorkest van Amor Muziek. En samen met Sjors spelen zij een nummer en dat heet Vals Vanité. Het is een vals, Vanité, die als het ware gezongen wordt. Ik presenteer jullie het opleidingsorkest onder leiding van Judith van Boven en als solist Sjors Verschuren.
Dames en heren, we hebben even een korte wissel van orkesten. Dus het opleidingsorkest ziet u al achteruit vertrekken. Het grote orkest gaat zitting nemen. Ondertussen komt er een film te laten zien van allemaal musea, zodat u zich toch nog even kunt vermaken. En dan zijn we zo even bij. Gestemd. En u gaat het ook zo dadelijk horen, moet u heel even geduld bewaren, want als eerste gaat Jos een solo werk spelen. En ja, het heet Improvisation en het is geschreven door Ria Noden. Ja, wat kan ik erover zeggen? Het is in het Japans, modern, gebaseerd op, dat moet ik echt even lezen, de shakuhachi, dat is een Japanse fluit, maar het is echt geschreven saxofoon. Heeft u wel een beeld? Jos zei, weet je wat ik bedoel? Hoe is YouTube of zo? Heb ik gedaan. En nou, zoals Jos zei, het is een beetje vreemd, maar het klinkt echt goed. Ik zou zeggen, oordeel u zelf. En Jos, ik zou het heel graag van jou willen horen. Thank you.
zegt. Nou, kan eindelijk kunnen, kan het grote orkest aan de slag, maar helaas doen we nog steeds niet allemaal. Het gaat dadelijk, gaat u luisteren naar Als Alt is Los van Mussorgsky. Het is één onderdeel uit een groter muziekstuk waar hij eigenlijk een soort schilderijtentoonstelling laat zien. Het wordt uitgevoerd samen met het klarinetensemble van het grote orkest, onder leiding van Frans van Dunn. Sjors en Almoes Veen. Thank you.
En dan nu eindelijk het grote test. En ik mag ook meedoen, dus ik zie ons dadelijk in het podium op. U gaat zo dadelijk luisteren naar het grote test, samen met de shows uiteraard. We spelen een stuk van Alfred Riet, het heet Ballade. Annemuse speelt wel vaak het stuk van Riet. En laatst hebben we nog een uitvoering gedaan, was van Armeense dansen, ook van Riet. Dit is Ballade, een heel andere sfeer in het nummer. Ik vind het zelf mooi, ik hoop u wel. Thank you.
Daar ben ik weer. We gaan naar het laatste nummer van Shortstack samen. Het is een nummer wat wij gaan samenspelen samen met de jazzcombo. En het nummer heet Take 5. En die 5 die slaat op de kwartsmaat. Het is een 5 kwartsmaat waar het gespeeld wordt. Dus dat betekent normaal hoor je 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Is dat niet? Nou is het 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lastig spelen. Als je eenmaal in zit, dan komt het weg. En zeker voor een jazzcombo zou dat helemaal goed moeten komen. Ik zou graag aan u willen voorstellen, Shorts Verschuren samen met de jazzcombo.
Ja. Dus het is niet, ik heb het niet helemaal opgezet, maar er is hier een jury aanwezig. Dat hoort zo bij ook samen. Die gaan even beraadslagen over het resultaat, wat het gaat worden. Die komen ze dadelijk bij ons terug. En om de tijd daartussen even leuk in te vullen, wil ik even vragen of wij misschien een stukje muziek voor ze willen maken. Willen we dat? Ja. Zij moeten goed weten wat we doen. Natuurlijk slaag bent. Dus dan... Bert Haan, ik ken jullie. De docent van Jos. Daarnaast naast collega Angelique Kuipers, docent saxofoon. En daarnaast Christophe Nul, die ook hier in Prinsenbeek lesgeeft. Ik ben Pieter Zwaan, teamleider afdeling muziek. En ik was de voorzitter van de jury. Jos, geef op. Ik ken Jos een beetje, maar een beetje, want we hebben vorig jaar een gesprekje gehad. En hoe voel je dat gesprekje? Heel gezellig. Ja, dat vond ik ook heel gezellig. En dat is een soort intakegesprek, dat ik de kandidaat een beetje dicht. Wat? Goed zo. Hoor mij niet. De jury is al niet spannend dan Jos, denk ik. We hebben dat intakegesprek gehad om in ieder geval voor ons, voor mij in dit geval, de kandidaat beter te leren kennen. Wat staat er achter ons? Iemand met beweegredenen, iemand die ja, muzikaal talentvol is, maar die dan ook nog op zijn podium wil staan. Want dat komt er ook nog bij kijken, die zich muzikaal wil presenteren. Dat is allemaal nog niet zo vanzelfsprekend. En als je dan zo'n bijzonder examen doet, zeg maar een examenconcert, dan moet je heel wat in je macht hebben. En niet alleen om hier deze avond te staan, maar ook vooral op momenten. Ik heb jou vaak horen spelen in de Waalskerk en op alle andere plekken. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Dat is niet één keer hier staan, nee, dan moet je ook wat dat betreft voorbereiden door op andere plekken te musiceren. En we hebben heel veel plekken in en buiten de stad waar het kan. En nou, dat werd altijd heel erg positief ontvangen, jouw muzikaliteit. En in dat intakegesprek ja, komen van allerlei dingen naar boven. Eén ding is zeker, hij gaat niet de muziek in. Dat is nog zo. Want volgens de informatie van 23 september 2015 kan alweer veranderd zijn natuurlijk. Wil jij biomedische technologie gaan doen? Iets in geneeskunde met raakvlak van technologie, dat zei je toen. Ja. Dat klopt dus. Nou, dat klopt. Ja, klopt. Oké, okay, ja. En we hebben ook, ja, wat voor muziek vind je leuk? Bij mij kwam het een beetje, dat je zei, ja, muziek uit alle hoeken, ook modern. En ik doe ook wel eens aan jam sessies, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Zo lekker een beetje loskomen. Was aan het eind zeker hoogbaar. En ja, waarom saxofoon? Ja, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, want appel valt niet ver van de boom. De familie Verschuren. Ja, ik ken ze ook al een aantal jaren natuurlijk. Vader, opa en dan weer broers van en noem maar op. Heel erg muzikaal gedreven. Ook een beetje eigenwijs familie. En een beetje maar. Niet veel. Gelukkig ook, ik zie mijn gezicht niet. Maar dat heb ik nodig, vind ik, om zo van dag te kunnen komen. En dat, ja, eigenwijs, dat heb je ook nodig gewoon, omdat je er moet in geloven. Maar dat heb Bert een hele moeite gehad, want Bert is, zoals ik hem ken, een heel beminnelijk iemand die dat toch allemaal met zo'n eigenwijs mannetje goed voor elkaar kan krijgen. 2015 was je 14, begon hij met 15 of 16, dan weet ik niet meer, maar 15. Nou, toen was je 14, dus 15 heel jong. Ja, we hadden straks even over. Je hebt een soort abonnement, universiteit, eerste jaar A, tweede jaar B, derde jaar C. Toen zou je C bijzonder, ja, toch een jaar extra. Het is toch wel goed om een beetje meer tijd te nemen om je technisch muzikaal te ontwikkelen. Oké, okay, dat is dan nu. Het vijfde jaar pas les en al zover gekomen, dat is al heel bijzonder. Ja, dat appel valt niet verder van de boom, van de muzikale familie. Ja, je hebt ook nog klein gespeeld. En hoofdwerk en gitaar. Dus ja, duizend boodschappen hoort je wel bij jou past, denk ik. Qua muzikale stijl wat je allemaal hebt gedaan en dat is heel erg goed denk ik. Oké, okay, nou is een beetje over je achtergrond en we hebben natuurlijk ook gesproken, ja, hoe is nou vanavond verlopen? Ja, wat ik zelf en wat wij eigenlijk als jullie heel erg aantrekkelijk vonden, was het om in deze ambiance te doen. Dicht bij huis, dat is heel fijn en plezierig. Ja, hoef je straks een taxi te bestellen om naar het grote feest naar huis te gaan. Maar goed, dus dat is handig.
zeker ook natuurlijk in combinatie met het Albert Museum, het Opleidingsorkest en het Harmonieorkest. Want dat is natuurlijk heel bijzonder, omdat jij hier natuurlijk bent begonnen. Als jullie hebben gewoon een rondje gedaan, we zijn toen begonnen bij Angeline, saxofonist, die natuurlijk nog veel meer in die stukken alles kan beoordelen en gewoon open door als paaf heeft gegooid wat muzikale dingen betreft. Christ natuurlijk en Bert en ik heb ook nog wat zaken toegevoegd, zonder in alle details te treden. Kortweg, muzikaal, heel muzikaal, een zeer mooie toonvorming. Technisch goed. Wat een kanttekening was, Francais, dat met die dwarse pianobegeleiding, complimenten André trouwens daarvoor, daar zat heel veel samenspel, techniek, techniek in. Ja, we hadden het wel fijn gevonden als je heel stuk had gedaan, maar goed, dat is een keuze geweest, want je wilde heel veel andere dingen doen. Dan had misschien dat echte respect net wat meer belicht kunnen worden, want daarnaast had je veel gedraagstukken met een hele mooie toonvorming. Nou, dat was heel goed. Ja, het programma was heel afwisselend. Het miste daar soms een beetje een rode draad, omdat het een beetje van alles en nog wat was, maar goed, dat is ook een keuze natuurlijk voor die afwisselendheid. Christen met name nog daarop toevoegde van, het, en ik vond het zelf ook wel een beetje, het had wel iets meer durf mogen hebben, soms een beetje, ja, een beetje, ja, de absolutie niet zo goed als een nieuwe vest, maar dan denk van ja, nou, dat had net wat meer gevoel mogen hebben. Dus, maar nogmaals, heel bijzonder, die beheersheid, de klank zou spelen, en heel goed, maar het had ook net wat meer sterker, wat meer durf mogen hebben. Ja, met het orkest ensemble, dat merk ik, ja, dat miste toch echt. Het optimale samenspel, begeleiden, klinkt heel simpel, maar begeleiden dat je met ensemble orkest echt een eenheid vormt. En daar had wat meer, ja, misschien tijd in mogen gestopt worden, of dan had jij nog wat meer opgetild kunnen worden muzikaal gezien, vonden wij. Volgens mij ben je een muzikant die enorm goed luistert, en dan denk je erop muziekgebied, muzikaal gebied. Dat is heel belangrijk. En dat het brede repertoire heb ik al over gehad, ligt de muziek, want dan ga je straks veel specialiseren. Dat is heel goed om die horizon te verbreden. Dat is heel goed. En dat is ook niet één richting hoor, richting muziek, dat is een heel breed spectrum. Nou, ja, wat ik ook en een paar anderen ook hadden, was van oh, het contact met het publiek. En dat is een lastige, ik weet het zelf ook. Om, je hebt een stuk gespeeld en dan is het erbij om dan echt even contact te maken met het publiek. Maar ik weet als ik hier sta, het is allemaal donker, zit hier een paar familieleden die misschien, nou, die staan een beetje. Ja, dat zie je net. Dus dat is heel belangrijk. Om dat ja, ook te goed ervaren dat je contact maakt met het publiek, want dat doe je echt voor dat ze jou zien van goh, ik doe het echt voor jullie en ook voor mezelf natuurlijk. Allemaal samenvat een goed examen en daar komen dan cijfers uit rollen als een soort samenvatting van het totaal. Even gaan pakken. Simpelweg drie totaal rubrieken. De muzikale zijde van jouw spel en de voorraad dus, het technische aspect, dat betreft niet alleen snelle vernomen, heel de speelding en alles soort zaken meer, en de programmering en presentatie. Voor de vorige muzikaliteit heb ik jou 8,5 gegeven. Je mag applaudisseren. De volgende presentatie, een 8, allemaal een heel mooi examen. Namens uw gasten, een kleur postkomen als Rijk van Wering, als lief. Het programma wat hij heeft gemaakt, en dat past wel een beetje bij, was kort en krachtig. In plaats van die grote velden van bier, dus heel milieubewust. Een heel mooi aantrekkelijk programma. En wat ik knap vind, is toch dat welkomstwoord heel kort en krachtig neerzetten wat hij mee bedoelt. Dat heb je heel goed gedaan. En 8 juni is het laureatenproces in de concertzaal, waar de andere laureaten ook komen. Er heeft hier vanavond ook een andere jury zitten, die heb ik waarschijnlijk niet gezien. Maar maakt niet uit, de twee personen zijn hier geweest, ze zijn intussen al weg. Die en ook andere mensen, dat zijn een groep mensen uit de muziekwereld van Breda, die bezoeken die concerten. En uiteindelijk
gaan die beoordelen van, oh, wat vonden zij nou, en dat is heel moeilijk hoor, het beste bijzondere examenconcept, laat ik zo maar even zeggen. En die wint straks een aanbodingsprijs van €750 om daar je muzikale verjaardag. Dat wist je al niet, maar... Ja, het mag niet meer op vakantie, maar dat moet je bestemmen voor je verre ontwikkeling van je muzikale talenten. Oké, goed. Ik snap wel dat je weer bezoek in gaat, dan gaat je de kroon oefenen en dan heeft hij €750. En de laatste aanbodingsprijs, een Nederlands repertoire, origineel werk, dat was hier niet aan de orde. En dat is dus 8 juli. En dan krijg je het diploma uitgereikt met een andere laureaat en ga je ook nog een deel van je programma uitvoeren. Ik wil aan het museum met Frans en het opleidingsorkest van harte bedanken voor de gastvrijheid. Bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid en ook André Telderman, de pianobegeleiding en de jury voor jullie deskundig oordeel. Nogmaals proficiat en een hele fijne avond. Ja, wat een geweldig resultaat. Ik durf te wedden dat er echt een heleboel trotse mensen in de zaal zullen zitten. Ik zie hier en misschien zitten er achter ook wel een heleboel trotse mensen. Jos, wil jij zelf nog iets zeggen? Dank u wel voor de avond en tot de volgende keer bij Concert van Ons.